door de bomen. Makker staat in wild geraas. Heerlijk avondje is gekomen. Nog geen nieuws van het CVW. Ik denk dat als het echt zover is, dat ik me dan rotschrik. We wachten zo lang. Nee. In deze vlog zijn we gaan praten met mensen hier in de buurt, gewoon bij de supermarkt, alles, het winkelend publiek. Gewoon met allerlei onderwerpen op het gebied van gaswinning, aardbevingen, schadevergoeding, al dat soort dingen. Ellende. Ik woon in Huizingen, dat zegt denk ik al genoeg. Maar mijn dochter, Ardoot Stil, die stond echt te shaken van wat gebeurt hier nou? Heel negatief. Nou, ik heb in alle drie heb ik niet veel vertrouwen. Geen vertrouwen. Alleen die naam Alders zegt wel genoeg, ja. Moeizaam, maar het is wel voor elkaar. Langdurig. Heel langdurig. Heel erg. Erg. Kastjemuur. Korte woordjes. Ik heb er zelf geen last van gehad. Mij is het goed gegaan allemaal. Ja. Maar ja, je hoort natuurlijk wel verhalen. Ik vind versterkingsoperatie een goede zaak, inderdaad. Versterking van huizen, betrouwbaarheid, daar gaat het toch eigenlijk om? Ja, niet veel van gehoord nog. De enige versterkingsoperatie waar ik aan wil meewerken, is de versterkingsoperatie waarbij het gas de deur uitgaat en waar met een luchtwarmtepomp of met zonnepanelen, zonnecollectoren, er is zoveel mogelijk. Je moet een stuk menselijker. Meer inlevingsgevoel. Dat ze de schade vergoeden, zeg maar, en dat ze niet zo moeilijk daarover doen. Ze hebben genoeg verdiend aan ons. Dat blijkbaar in delen, grote delen van Nederland dit afgedaan wordt als een beetje achterlijk gedoe. Dat kan niet. Ja, meer naar de mensen zelf luisteren. In plaats van even kijken naar een huis, oh daar zit een scheur. Maar dat doet natuurlijk meer met de mensen. Een scheurtje kun je zo oplossen, maar een scheur in je hoofd door hun. En ik heb een interview gedaan met Herman Damveld, publicist, die zich bezighoudt met allerlei zaken op energiegebied en natuurlijk ook met gaswinning in deze regio. En die heeft een paar interessante meningen. Hans Alders is, die staat op de loonlijst van het ministerie van Economische Zaken. Dat is niet meteen onze meestander hier in Groningen. Dus we hadden punt 1 ervoor moeten zorgen dat Hans Alders op de loonlijst stond van de provincie Groningen en de gemeenteraden. Dat de regering eruit gedonderd werd. En als je dan ook nog als gemeenteraad pleit voor minder macht voor de Groningers, voor je eigen gemeente, dan denk ik, ja, dan ben je toch helemaal verkeerd bezig. Veel Groninger bestuurders die in mijn visie althans, zijn die eerder bezig om te voorkomen dat er onrust ontstaat dan dat ze bezig zijn met de problemen op te lossen. Daar is pas de afgelopen 2 jaar is daar een kentering in gekomen. Maar daarvoor werd je eerder geacht om gewoon geen onrust te veroorzaken. Dat is, vind ik dus zelf ook een beetje apart, dat er wel voortdurend mensen klagen over de NAM. Maar degene die het meeste geld verdient heeft en nog verdient aan de gaswinning in Groningen, dat is wel de regering. Want het is tussen zijn de aardgasbaten vanaf het begin van de gaswinning tot nu toe zijn iets meer dan 300 miljard euro. Als alle huizen en gebouwen en kerken in Groningen even stevig zijn als hoe er gebouwd is in Japan, waar heel veel zware aardbevingen voorkomen, dan mogen we voldoende gas winnen. Maar dat is hier niet aan de hand. Minusvaldoor.